Ik had de eerste wacht. Ik heb denk ik 1 uur en 20 minuutjes geslapen daarna nog. En de volgende ochtend kregen we na 18 uur training pas 2 boterhammen. Zwemmen in ijskoud water, hele nachten niet slapen en lange afstanden lopen door weer en wind met een zware tas op je rug. Dat zijn enkele opdrachten in het tv-programma Kamp van Koningsbrugge, waarin wordt gekeken wie de opleiding van de Special Forces zou kunnen afronden. Een gemiddeld mens zou waarschijnlijk passen voor de deelname aan dit programma, maar geneeskundestudent en oud-judoka Duco Krijfenaar uit Leiden ging de uitdaging wel aan. Ik ben iemand die eigenlijk altijd een beetje een uitdaging in zijn leven nodig heeft, altijd ergens naartoe wilde werken. En ik was wel fan van het programma en toen de tijd had ik even niks om naar uit te kijken, toen dacht ik, ja, dit is mijn volgende uitdaging. Het leek me heel erg tof om dat fysieke mee te maken, de grens op te zoeken. En tegelijkertijd ook in een hele unieke situatie te komen waarin je jezelf echt kan testen, ook mentaal. Dus dat is voornamelijk mijn beweegreden geweest. Ik keek het meeste uit naar die simulatiemissie. Dat je ook daadwerkelijk mocht schieten en een beetje toch een soort vakgerichte benadering mocht aangaan. Dat leek me wel heel tof. Denk je dan dit is wat wij bedoelen? Gejank omdat het iets zwaar is? Zou dat zijn wat wij bedoelen met karakter? Vind je mij. Ik dacht na een uurtje in de eerste de beasting al, dacht ik van wauw, ik ben nu al geen spijt dat ik dit doe. Want het is echt een unieke ervaring. Ik ben ook best wel dankbaar dat ik het mogen doen, want er zijn zoveel mensen voor nodig om deze ervaring aan mij te geven, als het ware. Maar ondanks zijn enthousiasme was het Special Forces avontuur ook zwaar. Nou, je ziet in aflevering 1 en 2 al dat ik, wat is het? Ik had de eerste wacht. Ik heb denk ik 1 uur en 20 minuutjes geslapen daarna nog. En de volgende ochtend kregen we na 18 uur training pas 2 boterhammen. Nou ben ik een grote vent, dus dat is niet mijn gebruikelijke ontbijt. Laat staan dat ik lunch en avondeten oversla. Dus ja, hoe voelde dat? Zwaar. Je bent leeg van binnen en het maakt je emotioneel wat labieler. Inmiddels zijn de eerste afleveringen uitgezonden, maar Duco heeft zijn deelname lang geheim moeten houden. En dat ging niet altijd even makkelijk. Ik heb heel lang geheim moeten houden, als het ware, en moeten liegen in mijn voorbereiding. En een aantal mensen hebben daar wel doorheen geprikt. Oh ja? Ja, want ik heb in mei heb ik met mijn grote waffel lopen vertellen. Jongens, ik heb me ingeschreven voor Kamp van Koningsbrugge. En dan word je op een gegeven moment op gesprek uitgenodigd. En dan hoor je van, oké, je mag eigenlijk niks vertellen over je eventuele deelname. En in welk proces van de selectie je zit. Dus ik heb halverwege de zomer ineens allemaal smoesjes moeten verzinnen. Dat ik ging trainen voor een triathlon. Of dat ik een judo-toernooi in Duitsland ging hebben. Ja, en toen zagen vrienden mij ineens 7 weken lang geen bier meer drinken en ineens allemaal nieuwe dingen doen als zwemmen en wandelen. Ja, toen hebben een aantal daar wel doorheen geprikt. Ja, ik kan niet zo goed liegen, dus ik begon ook verkeerde smoesen door elkaar te gebruiken. Dus dat verhaal, dat klopte niet meer. Als je denkt dat je niet meer kan, dan zit je nog maar op 40%. Ik denk dat het mega nuttig is voor mij geweest, heel leerzaam. Ik denk dat ik er mentaal heel veel van geleerd heb, om te gaan met tegenslagen en door te zetten. Of het direct toepasbaar is op het dokter zijn later, dat weet ik niet, ga ik wel merken. Maar ik denk dat het voor veel mensen goed zou zijn als ze zoiets zouden doen. Zou je het nog een keer doen? Of ik het nog een keer zou doen? Kijk, als ik het nog een keer voor de eerste keer zou mogen doen, absoluut. Want ik heb nergens spijt van. Maar wat het uniek maakt is dat je in een totaal onbekende situatie gegooid wordt. En dat is natuurlijk nu niet meer het geval, dus ik weet het niet zo goed.